Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek met. Ja, u ziet het, van de week zijn we weer in de studio. Vorige week was het een interessante uitje. Maar van de week zijn we weer in de studio. En ik ben omringd door twee sterke Surinaamse vrouwen. En wij gaan een gesprek hebben over een interessante term die ik net heb geleerd. En uh, dat is niets minder dan Cari Coach. Wij hebben vandaag in de studio um, Lunise Heuvel en Erika van der Markt. Dames, welkom in een gesprek met. Dank je Ja, dus ja, thuis zal men zich afvragen: Cari Coach, wat is een Cari Coach? Wie is een Cari Coach? Wat is de term? Cari <laughs> um, Coach is een cursus uh, die verzorgd wordt door Dr. Harold Koning. Dr. Harold Koning is een Surinamer. Die woont in Florida. Hij, heeft, hij is de founder van uh, Dynamic Wellness Strategies. En hij verzorgt vanaf 2013 de CARI Coach Cursus in Suriname. Dat doet hij als trainer dus in samenwerking met Tariq Sadik En Tariq Sadik is de founding director, de founder van Within Life Coaching and Healing. Erika, Erika is joined me nu uh, hier in de studio met jou omdat Erika een live testimonial is van de Kari Coach cursus. Zij heeft die cursus er iets gevolgd. En heeft op basis daarvan, maar dat verhaal gaat ze jezelf vertellen. Haar uh, bedrijf opgericht waarmee zij dus mensen coacht. Dat is, dat is, ik heb nog veel meer te vertellen hoor. Want het, het thema van de Kari Coach cursus die vandaag start. Dat is dinsdag uh, 8 oktober. Is Upgrade Your Coaching Skills. En natuurlijk hebben we een doelgroep eraan. En uh, maar ja, het hangt er vanaf wat je nog meer wil weten van mij. Ja, nee, sowieso. <laughs> ja. Oké, okay, nee. Maar dan, je hebt mijn interesse gepikt met ja. Erika. Oké, okay, je bent het testimonial van de eerste Surinaamse carry coach, om het zo te zeggen. Wat was de ervaring? Wel, ik vond het echt een prachtige ervaring. Ik moet je zeggen, toen ik een flyer zag aankomen of binnenkomen op Facebook, um, had, was mijn interesse bij uh, coaching. Maar ik dacht, hé. Hey, ik ben zo jong, hoe ga ik een coach worden? Mensen gaan niet echt naar me luisteren. Maar toen ik daar de lezing was gegaan, dacht ik... wauw, dit is zo interessant, want... Een coach is echt iemand die geen adviezen geeft, maar die leert luisteren. En echt op een diepere niveau. We hebben gesprekken elke dag en soms is het best wel oppervlakkig. Maar Harold Koning leert je in de diepte te gaan. Hoe je echt luistert naar de persoon. Wat ze zeggen, wat ze niet zeggen. Wat hun body language zegt, wat het niet zegt. En als hun woorden in lijn zijn met hun. Body language, met hun gedachten, emoties. Dus het, het was best wel een diepere spirituele reis voor mezelf. toen ik ben begonnen met de cursus. En wat ik interessant vond, is, het is wel online gebeurd, maar. er was toch wel zoveel interactie. Ik voelde alsof hij gewoon naast me zat. En elke dag kregen we huiswerk om verder te gaan. En het was best wel een innerlijke reis. Dus. Kari-coach voor mij is veel meer dan coach worden, want je bent bezig met jezelf en door de ervaring van jezelf dan weet je ook hoe te praten, luisteren en interacteren als coach met de cliënten die komen daarna. Oké, okay. Erika zei iets interessants. De cursus is online. Is dat ook het geval bij deze cursus die aankomt? Nou, vandaag begint de cursus, dus uh, de 2019-editie. En het is online, het is iedere dinsdag. Alleen een special is, uniek. Dr. Harold Koning komt naar Suriname in november. En in november uh, dus gaan we die, deze cursus verkort doen, dus versneld doen. We gaan het dus afronden in november. Uh, en daarnaast gaat die, heeft hij die een special business edition. En de business edition is bedoeld om uh, bedrijven te, te bedienen, zeg maar, dat ze in huis een eigen coach hebben, hun eigen kari coach snap je? Dus ja, het is dus, uh, en dan is hij dus wel live. Nu starten we online met hem en in november ronden we deze cursus af live met hem. Daarnaast hebben we een business edition, een verkorte editie speciaal voor bedrijven. Uh -huh. Ja. Maar wat 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 zo? Oké, okay, voor wie is eigenlijk um, zo'n coach eigenlijk bestemd? Nou, Zoals so, ik het zie, je hebt het verhaal gehoord van Erika, dat is iemand die geen coach is uh, en dat, start, dat proces start, ze volgt die, die cursus, ze start het proces en eigenlijk is ze bezig met de innerlijke reis. En ik denk, ja, wat ik zo gevolg heb van Dr. Koning, die hij brengt jou terug naar het punt dat je naar jezelf, naar binnen gaat en gaat kijken van oké, okay, wat heb ik nodig, waar wil ik naartoe, wat kan ik doen en dan je, krijg je de tools aangereikt daar geloof ik in. Ik begin vandaag voor het eerst met die cursus, um, maar het is ook natuurlijk bedoeld voor mensen om die reeds gevestigd zijn. Upgrade your coaching skills. Oh, okay. uh, het, weet je, ik geloof dat we voor altijd, dat we altijd moeten blijven leren. Dat, daar geloof ik heel heilig in. En als je reeds gevestigde coach bent, dan kun je met deze cursus natuurlijk upgraden, technieken leren, tools krijgen. Om je klanten nog beter te bedienen. Daarnaast denk ik dat het gewoon goed is als je dus die ambitie hebt. En dat hebben we in het verhaal van Erika gehoord. Ze had de ambitie, ze twijfelde. Maar je hebt de ambitie. Omdat je overkomt dat je in het dagelijks leven collega's of vrienden of je familie coacht. Dat je denkt van hé, hey, wacht even. Als ik nu met wat technieken aan de slag ga. En ik krijg ook nog eens een keer een certificaat ervoor. En ik kan hier echt iets mee doen. Ik kan echt uh, uh, mensen echt gaan bedienen, echt gaan helpen. Ja, ook voor die groep is het bedoeld. Mm. Dus ik, zo, zo zie ik dat. Ik weet niet, uh, Erika heeft meer ervaring met die cursus, want uh, ja. ze is een gevestigde coach. Ja. Dus weet je wat ik wil aanvullen daaraan? Um, wat voor mij zo prachtig was en mooi, dus uit de ervaring, is dat um, veel van wat je leert, doen we al een beetje. Iedereen is een soort coach. Misschien voor je beste vriendin, voor je zusje, voor je broertje of voor iemand, een collega. We hebben onze ups en downs in het leven. Dat is gewoon iets wat gegarandeerd is. Het leven is gewoon niet perfect. En we zoeken het mensen dichtstbij: mensen die we kunnen vertrouwen, om gesprekken mee te hebben. Wat de downside van dat kan zijn, is, alhoewel de intentie heel mooi is van de mensen dichtbij ons, vaak genoeg komen hun eigen inzichten en perceptie. En dat is niet altijd wat we nodig hebben. Soms moeten we echt onze eigen pad volgen. En als we ook geconditioneerd zijn om te luisteren naar wat mensen denken dat voor ons het best is, dan kunnen we keuzes maken gebaseerd op. Een soort conditionering. En wat Harold doet, is dat je. Hij, hij leert ons, dus dat heb ik meegekregen. om te luisteren naar ons innerlijke stem. En als coach leer je dan geen invulling te geven. Juist de vragen te stellen. Goed te luisteren. Dieper te gaan. zodat de persoon. hun eigen antwoorden krijgt. En iedereen kan een coach zijn. want iedereen is al een coach. op hun eigen manier. Nu leer je. Diepere vragen te stellen en geen invulling te geven. Dus dat wilde ik aanvullen. Dit, dat maakt het echt dynamisch, de Kari-coach. Ja, dus sowieso. Want ik, ik zou eigenlijk vragen: wat voor type coach ben jij? Ben je een life coach? Ben je een one-on-one -on -one coach? Dus, want er zijn verschillende type coaches. Dus, is. <laughs> yes. Dus ik ben een transformational coach. Harold was mijn eerste stepping stone en ik ben zo dankbaar voor mijn ervaring daarbij. En hoe meer ik begon te luisteren naar mijn innerlijke stem, heb ik verschillende cursussen en opleidingen gedaan. Ik heb pranic healing gedaan. Ik heb me verdiept in past life therapy. Ik heb neurolinguistisch programmering en dit jaar heb ik mijn master's behaald in neurolinguistisch programmering. En niet alleen dat, ik heb een tiendaagse stilte-retreat ondergaan waar ik echt in mezelf. De innerlijke reis nog dieper, ik ging nog dieper in mezelf. En tiendaagse stilte heeft heel veel wat in me speelde, eruit gebracht. En veel van wat ik heb geleerd van alle invalshoeken, heb ik voor mij de belangrijkste genomen en eigen gemaakt. En gedurende mijn coaching sessies kan ik echt heel diepe transformaties brengen. En ik ben een transformational coach. Ik, ik ben niet alleen voor life coaching. Ik help individuelen, ik, heb, ik help koppels. Uh, ook uh, de individuelen in bedrijven, ook voor bedrijfsdoelen. Maar voor een bedrijf echt om succes, succesvol te worden, dan moet de input van hun personeel goed zijn. Mm -hmm. En de input van hun personeel heeft te maken met hun eigen balans in het leven. Want ik vind het zo mooi hoe sommige mensen zeggen, ja, laat je problemen bij de deur. Dat is That's niet altijd, mijn... dat is yeah. niet altijd uh, makkelijk voor een ieder. Dus om een balans te vinden in het leven is het belangrijk. Dus ik help bedrijven en personeelsleden. En ik doe ook workshops. Uh, de naam van mijn workshop is Truthversation. Ik heb één workshop dat is voor... Verschillende doelgroepen. Ik doe het voor tieners. Soms is het moeilijk voor tieners ook om met de peer pressure die ze ervaren op school, misschien oh, met vlindertjes en, en liefde en gewoon om in hun kracht te staan. Dus truth is voor een ieder. Ik heb verschillende doelgroepen, tieners, koppels en gewoon individuelen. En wat truthversation is, is een conversatie, maar niet oppervlakkig. Een conversatie waar je in de diepte gaat en echt de waarheid vertelt. En wat ik doe, is ik help ieder participant kijken naar hun woordenkeus. Want soms is het een emotionele reactie. Maar doordat ze niet begrijpen wat ze voelen, emoties geven een boodschap. Uh, als je boos voelt, dat wil zeggen, iemand is over je grenzen gegaan, maar wat zijn je grenzen echt? Sommige mensen hebben dat niet geleerd. Geen van ons hebben dat geleerd op school. Dat leer je niet op school? Je leert nee. In de taal en niet ja. niet in de, uh, Nederlands, Engels en dat soort dingen. Maar life things leer je niet altijd. Precies. En daarom is uh, mijn, coach, mijn workshop zo interessant. Want ik bouw op van: oké, okay, wat is je mentale. Programmering, van waar kom je, uh, hoe was je opvoeding, wat vond je leuk, wat vond je minder leuk, waarom vond je het minder leuk? En dat dat ook besproken wordt. Want misschien wil papa en mama gewoon dit, maar je wil helemaal iets anders. Misschien wil papa en mama dat je een dokter wordt, maar jij wil een, in een band spelen. Dat mag. Maar soms maken we gewoon keuzes gebaseerd op het, wat we denken dat goed is en niet echt van ons hart. Dus Truthversation is een hele belangrijke workshop om te leren om je waarheid uit te spreken. En echt in lijn met jezelf te blijven. Helemaal interessant. En Lunies, hoe, hoe is dan de aanloop? Is men geïnteresseerd om zo'n cursus te volgen? De aanloop is goed. We hebben op 1 september een infosessie gehad. We hadden een aantal mensen. Er zijn heel veel mensen geïnteresseerd. We beginnen vandaag met een groep. We hebben geen grote groep. Als er een grote groep is, dan moeten we dat opsplitsen. Want er komen natuurlijk een heleboel uh, intieme dingen aan de orde. In, in, intiem, daarmee bedoel ik dingen die heel dicht bij je hart zijn. Ja, persoonlijke. ja. ja En de omgeving moeten we dan uh, safe houden. Hè, veilig, omdat om, om, om gewoon de cursus dat ze recht komt. Want je moet het natuurlijk helemaal ervaren zoals het hoort. Uh, dus we hebben aanmeldingen. Waar we nu naar uitkijken is... Uh, met de business edition aan de slag te gaan. Dat begint uh, wanneer Dr. Harold Koning er is, uh, tweede week van november. Als je luistert naar het verhaal, tenminste het verhaal wat Erika ons vertelt. Ik heb als HR-manager heel vaak in bedrijven gezeten. Soms, ja, mensen komen inderdaad en inderdaad, je wil liever dat ze het probleem met de deur laten. Want je weet niet wat je ermee aan moet. Je weet niet hoe je de dingen moet oppakken, aanpakken. En uh, dat is jammer. Ik uh, het is, het is belangrijk dat, dat een HR-manager weet hoe bepaalde zaken te begeleiden, te geleiden. En, en soms moet je met de manager praten, soms moet je op directieniveau, op strategisch niveau. Dus ik denk dat een in-house coach gewoon voor ieder bedrijf gewoon heel interessant is. Dat betekent dat... Uh, misschien niet, uh, niet, uh, niet zoveel klanten krijgt, uh, want, want er is een inname is echt, echt groot <laughs> hoor, en we zijn niet gelimiteerd aan Suriname, dus... Uh, ja, precies, precies. It is, er is ruimte voor een ieder. Er is ruimte voor een ieder, we zijn geen concurrenten, we zijn collega's. Dus graag aanmelden. Het <laughs> ja. is echt belangrijk dat elke bedrijf één of twee in-house coaches hebben. Ja, want, men, 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 want ik denk nu in principe een in-house coach... Um, je hebt het dan het gehad over HR. Ja. En uh, men geeft het vaak genoeg aan dat de mensen die op de HR-afdelingen werken, vergeten waar voor de H staat. Ja, Ze houden het. zich meer bezig met de RM. Ja, ja, ja. Dat ja. wordt vaak genoeg gezegd. Dus in principe wordt dan een in-house coach en dan een soort van een, 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 een aanwakkering of een remembering om hun aan te geven van we're working with people, humans. It's a human resource. Mogelijk, mogelijk. Kijk, een bedrijf, bedrijven starten omdat ze een, een doel hebben. En, en bedrijven moeten we respecteren omdat ja, het is belangrijk is voor onze economie. Aan de andere kant, wat, we, wat natuurlijk belangrijk is, is dat je als HR-manager, maar ook alle leidinggevenden in staat moeten zijn om het team te begeleiden naar het punt, naar de doelstelling van die organisatie. Organisaties zijn belangrijk voor ons, toch? En. De managers moeten gewoon de tools hebben om te zeggen: van jongens, we gaan in die richting op. Het is niet van. kom aan het werk en als je niet wil, dan vinden we een ander. En, uh, weet je, ik ga het niet van alle bedrijven dat doen. Maar het is gewoon belangrijk dat je weet hoe je omgaat met je mensen. Want ieder individu is weer anders. Heeft een andere achtergrond, komt ergens vandaan. En soms weet je niet hoe mensen, op welke manier ze op het werk zitten. Hoe ze daar zijn, wat ze hebben ervaren, wat ze meemaken. En een bedrijf kan daar niet uh, uh, hoe moet je dat noemen? Het doel van het bedrijf is niet van we gaan kijken naar de problemen van de mensen. Maar het doel van het bedrijf is wel: we gaan onze mensen ondersteunen en helpen en begeleiden. Werkgelegenheid is belangrijk. Een bedrijf zorgt soms niet voor één persoon die daarin dienst is, maar voor hele gezinnen en soms ook voor families. Dus ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat. HR-managers de tools krijgen en dat de cari-coach, business edition, in-house coach, dat ze daarmee uh, uh, zich gebacked voelen. Omdat ze technieken krijgen, ze leren herkennen wat ze hebben geleerd in de cursus om hun mensen te bedienen. Een keer zei iemand tegen mij van, Lanie, je bent als HR-manager bij onze moeder. En toen dacht ik, je moeder? <laughs> Weet je, met al die problemen. En toen, toen ik terugging, dacht ik van, wauw, eigenlijk... Is het een grote eer dat iemand je zo ziet? Weet je, dat iemand naar je opkijkt en zegt: Hé, hey, jij kan het probleem oplossen. Want zo kijk ik naar het beeld dat ik heb over mijn moeder. Ze kon alle problemen oplossen. Weet je, en het is, ja, ik denk, uh, ik zou het heel goed vinden als HR-managers hierop reageren. Voor zichzelf of ook voor managers in een management development traject. Zit je in een management development traject waarbij je teams moet gaan leiden, dan denk ik dat het gewoon heel interessant is als je die tools aangereikt krijgt. Om inderdaad, want je confidence als persoon, als, als manager, is ook belangrijk. En we hebben het niet door. Maar vaak heeft het personeel door dat je the confidence is not there. Want you don't know how to handle it. Je weet niet hoe je soms met situaties uh, moet omgaan. Dan is het beter dat er een uh, procedure staat in een handboek van uh, een, zeg maar nee. Of uh, weet je, terwijl je iemand en als je één persoon happy maakt, die, die zich begrepen voelt die tools kregen aangereikt om zaken op een bepaalde manier aan te pakken, heb je niet alleen hem, maar ook zijn gezin en ook zijn kinderen en ook zijn familie en eigenlijk de hele community, de hele Surinaamse community, uh, uh, heb je daarmee bediend. Je raakt die hele community. Want als ik vrolijk uit de, uh, van mijn werk wegloop, dan maak ik een paar mensen vrolijk. Weet je, ik begin te lachen, ik begin te smilen. Maar als ik zuur oh, ben, oh, niemand wil met me bemoeien. <laughs> ja, toch? Dus, um... Dus de businesskant dus de business, de, de business van deze coaches is meer um, jullie willen focussen op HR-managers. HR, um, maar het zijn ook kleinere bedrijven. Mensen met vier, okay. vijf mensen onder zich. Dus. Mag, mag ik wat zeggen? <laughs> ik ben natuurlijk, ik kijk snel naar de HR-manager omdat ik uh, heel veel jaren in die functie heb gediend. En ik heb me op heel veel momenten zwak gevoeld en, en niet in staat gevoeld om te dealen met de wensen van het personeel, maar ook te delen met de wensen van de, van de directie, van de leiding. Snap je? Jij wordt van je verwacht dat je een match brengt, maar als je daar staat en je weet niet hoe je dat aan moet pakken, dan is het goed als het donker wordt en de dag is voorbij. <laughs> Snap je? Next, weet je, next page, denk ja, je. Sowieso. En toch zie je dat we in Suriname, um, en ik maar focus, ik praat over Suriname, want Suriname that is, that is my country, uh, Suriname mogen we elkaar meer gaan helpen, mogen we elkaar meer gaan ondersteunen, uh, mogen mensen meer tools aangereikt krijgen om... Zo, dat als, als, heel, als land dat we naar een next level gaan. Ja. Nou, ja, ik, ik, mijn focus is op HR omdat ik in die functie gediend heb. Maar in principe is het ook een CEO die, die zegt van hé, hey, ik wil deze cursus volgen, want dat wat jullie vertellen, dat wat Erika is een CEO van haar eigen bedrijf. Nee. Op basis van die cursus heeft ze besloten om het bedrijf op te richten. Natuurlijk had ze die droom, maar het heeft haar gesterkt om het te doen. Ja. En ze doet het. Ze doet het nu. Ze ondersteunt ook bedrijven. Ze ondersteunt individu individuals. Ze ondersteunt tieners. Ze ondersteunt koppels. Ja. Weet je? Wat we ook hebben, dat, dat moet ik erbij zeggen, zijn ook specialisatiemogelijkheden. Als je dit hebt afgerond, zijn er ook specialisatiemogelijkheden. Je kunt. Uh, health en wellness coach worden, je kunt stress coachen. Ja, Erika, yes. ja, stress management. koppels. je kan ook verdiepen in koppels coaching. Je kan CEO coaching doen en financial wellness. Volgens mij Er zijn er een reeks van specialisaties bij haar. Oh, en ook spiritual coaching, dat kan ook. Dat heb ik wel namelijk gedaan ja, bij Harold. En dan hoe, hoe zal de cursus dan eruit zien? Want we praten allemaal, we moeten de mensen uitnodigen, maar we moeten de mensen ook interesseren. Hoe, zal, hoe, hoe gaat zo'n cursus dan eruit zien? Kijk, voor de inhoud van de cursus hebben we een infodag. Sowieso. Dus iedereen die geïnteresseerd is, meer te weten. Er is een in infodag. En uh, dat is uh, eerste week november, dacht ik. Uh, is er een infodag. En op die dag zou uh, Tariq Sadik uh, samen met dokter Harald Koning online dan in gesprek gaan met de participanten, met de mensen die meer willen weten. Te alle tijden kun je vragen stellen en uh, dat kan via uh, de e-mail info@withincoaching.net. Uh, we zijn ook op Facebook, dus je kunt daar ook vragen stellen. Uh, within uh, Life Coaching en Healing. Uh, verder, even kijken over de inhoud. Kan ik nu? Niet, eigenlijk heeft Erika een heleboel verteld over de inhoud, hoe dat eruit ziet en wat je allemaal doet. Um, maar de infodag, dat is daarvoor. Dat maken we bekend. Eerste week november. Uh -huh. Ja. Wat ik wilde ook aanvullen voor deze traject, dus van Harold, is dat het best wel voor een ieder En ik vond het zo leuk hoe u zei dat we de haat terugbrengen voor humans... Voor elke manager, voor elke leidinggevende, maar voor elke collega. Wat zo mooi is van wat Harold doet, is dat we geven geen adviezen als coaches. Wat we doen is de juiste vraag stellen, zodat de persoon in hun eigen kracht blijft, hun eigen oplossing uh, vindt. En soms kan het stressvol lijken, hoe ga ik mijn eigen oplossing als ik uh, dat niet nu kan, hoe kan ik soms... De juiste vraag is net als een licht aangaat. En voor enig bedrijf, en elke bedrijf is het gewoon noodzakelijk dat er mensen zijn die niet gewoon zeggen wat je moet doen, maar dat de kracht laat bij de persoon in kwestie. So. Oh, interessant. Dus um, ja, kijkers, ke ik, ik, ik kan niets anders zeggen van dat uh, Erika is heel erg um, ja, spiritueel bezig. Ik voel het ook aan. <laughs> Nee, nee. Maar um, het, is, het is zelfs ook iets interessants voor mensen die ook um, zichzelf beter willen leren kennen. Ja, als ik het goed heb begrepen. Dus um, ja. Blijven jullie deze twee dames volgen. En uh, ook sowieso hun Facebookpagina. Want uh, het kan altijd interessant worden: iets goeds voor de samenleving, want uh, het is daarvoor wel nodig, neem ik aan. En um, tot slot hierop aan te sluiten. Elke dinsdag worden de cursus gehouden en um, waar is de locatie? De locatie is in het gebouw van Connecting the Dots. Dat is aan de Lermitageweg 132 op de hoek van de Emilaan. Oké. Okay. En resterende informatie kunt u altijd bij een van deze twee lieve dames terecht. Ik zal maar zeggen dames welkom naar de studio. Dat is heel erg interessant. <laughs> en um, ik wens jullie succes met deze opkomende cursus. Mm -hmm. En uh, we hopen dat het er het beste van zal worden. Ja. Zeker weten. Thank Thank you. You.